ik heb het best heel fijn gevonden om die eerste keer, althans voor mij de eerste keer, op die kruispuntenconferentie over het huwelijk te zijn. Allereerst al omdat ik al sinds jaren ervan overtuigd ben dat het heel belangrijk is dat je probeert jonge mensen wat mee te geven op weg naar en in het begin van het huwelijk. Er zijn op dat punt zoveel mislukkingen in de loop van de jaren al geweest. En er is zo weinig echt principiële toeleiding, onderwijzing. Ik heb het een hele fijne dag gevonden toen. Een hele fijne sfeer. Ik denk dat de leiding van LCJ ook kans zag om heel gauw een open sfeer te creëren, waardoor we ook heel goed met elkaar konden praten. Op die keer dat ik daar gesproken heb, waren er ook een paar jongelui uit onze eigen gemeente, de Maranatenkerk Wurk. En ik heb voortdurend de indruk gekregen, het is goed dat je daar bent met mensen die uit verschillende gemeenten komen, wel in eenzelfde situatie verkeren van of onderweg naar het huwelijk of net getrouwd, terwijl ze toch elkaar niet zo persoonlijk kennen en dat praat makkelijker. Dat is mijn ervaring ook ten opzichte van wat ik op categorisaties wel eens heb meegemaakt op dit punt. Dan is het toch vaak ja, een beetje moeilijker. Je kent elkaar, je weet van achtergronden van elkaar. Het was hier gewoon erg fijn, erg open. De Bijbel ging open, harten gingen open en monden gingen open.